En nu, treed binnen. Oh, zijn jullie er al? Goedemorgen, majesteit. Joho! Welkom in mijn koninkrijk, David en Lisa. Dank u wel, dank u, majesteit. Heb je het gemerkt? Je kunt het water wel zien, maar niet horen. We zijn in de troonzaal, Lisa. Denk daarom. Dat is geen uitleg. Beste vrienden, ik neem aan dat jullie hebben gehoord van de steen zonder schaduw. Maar natuurlijk, majesteit. Iedere kabouter heeft ervan gehoord. Het is een vierkante en mooie steen waarop onze voorouders de wetten schreven die we nu nog hebben. Om precies te zijn, de 12 van onze oudste wetten staan erop. Voor ons is het de meest geliefde en de meest belangrijke van al onze schatten. En deze schat is weg, verdwenen. Verdwenen? Zomaar verdwenen, zegt u? Nee, Holly heeft hem gestolen. Ik weet dat hij hem verborgen heeft in de grot. Die gaat naar de deur der helden in mijn vroegere paleis op Mintoa. Mintoa, majesteit? Ja, Lisa. Mintoa is een eiland waar we vroeger woonden voordat we ons koninkrijk naar hier verplaatsten. En daar moet je naartoe om de steen terug te halen. Tot uw orders, majesteit. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Je kunt er alleen komen langs straten diep onder de aarde. Een raadselachtige wereld. Om daar te kunnen reizen heb je de hulp nodig van aardkabouters. Je zult ze niet zien omdat ze voor de klinkloze deur zorgen. De klinkloze deur geeft toegang tot de oude elfentrap. Die bestaat uit 1000 treden. Zei u 1000 treden? Ja, 1000 treden. Goed, veel geluk, David. En ik denk dat Lisa je goed zal kunnen helpen. Tot ziens. Ik breng jullie een eindje weg. Tot ziens, totdat we terugkomen. Ik wens jullie alle geluk van de wereld. Nou, we zijn er. Hier is het. Het is een afgrond. Er zijn zelfs geen treden. Dan springen we. Wees kalm. Springen? Vertrouw de aardkabouters maar. Luister naar wat Tim zegt. Niet over nadenken, Lisa. Springen. Nou, goed dan. Oeps. Door de magische wolk van de aardkabouters zijn we niet te pletter gevallen. Kijk, er is een boot op het meer. Laten we gaan. Oeps. Ik begrijp niet waarom het zo gevaarlijk moet zijn. Luister, Lisa. In de diepten van de aarde zijn subtropische meren en rivieren die de enige wegen zijn om Mintoa ongezien te bereiken. Kijk. Lisa! Hé, je laat me schrikken. Wat is er aan de hand? Kijk. Oh.
Hij had je bijna. Oh. Zo. Ja. Het lukt me niet, ik krijg hem niet open. Au, 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 au. Probeer het nog eens opnieuw. Het is zinloos, ik kan hem niet open krijgen. Ga open! Oh, hè? Lisa, hoe deed je dat? Ik ben de hele reis bang geweest, maar toen ik zag hoe teleurgesteld je was, wilde ik sterk zijn. Dat overwon alles. Nou ja, hoe dan ook, hij is open. Laten we verder gaan, Lisa. Oh, de 1000 treden. 1000. Ja, laten we gaan. Even zitten. Huh? Concentreer je en richt je aandacht op mij, David. Goed dan, ik voel jouw kracht ook al. Deur open! Huh? Lisa, hoe deed ik dat toch? Ik dacht alleen maar, samen zijn we sterk. En die trap die kon me eigenlijk ook niks schelen. En dat komt doordat ik zoveel van je hou. Dus die deur gaat alleen maar open door eerlijke en pure gedachten. Laten we doorgaan. Doorgaan met die trap? Nou, nog even doorzetten, hè? Lisa, we hebben het gehaald. Kijk, achter die deur is de schaduwloze steen. Ik kan me niet helpen, maar ik moet steeds aan Holly denken. Stel je voor dat die boef daar achter die deur zit en ons aanvalt. We kunnen nu niet ophouden. We moeten doorgaan. Dit is de deur der helden. Kijk, dat is hem. Als hij omringd is door kwaad, laat hij zien dat hij boos is en straalt hij met verblindende lichtflitsen. In elk geval moeten we hier zo snel mogelijk weer uit. Schitterend. Laten we gaan. Dag! Oh.
Denk je dat ze de deur open kunnen krijgen? Ze hebben de deur der helden opengekregen. Maar of ze de deur van eerlijke en pure gedachten open krijgen. Oh, je hebt gelijk. We kunnen rustig teruggaan. Koning Taya zal erg blij zijn. Oh. Hey. Dank je, David. Dank je, Lisa. We zullen nooit vergeten wat jullie voor ons gedaan hebben. Vertel op, hoe kunnen we jullie belonen? Oh nee, we willen geen beloning. Maar ik wil wel wat, majesteit. Wat zeg je nou? Maar we hebben toch helemaal niets nodig, Lisa? Ik weet niet of ik dit verzoek aan u moet richten, majesteit. Ga je gang. Zeg het. Een paar onverslijtbare laarzen voor David. Oh, wat een schande. Zilverzacht. In de volgende aflevering heeft David een groot probleem. Want hij moet een vliegenvanger, dat is een klein zangvogeltje, die op zoek was naar eten voor zijn jongen, zien te redden uit de handen van een jager. Zullen de kleine vliegenvangertjes het overleven? Kan David de vliegenvanger redden? Kijk volgende keer weer naar David de Kabouter.